Ajax speelt in de kwartfinale tegen Juventus. Wat was je eerste reactie na de loting? Oef. Ik had al gezegd, inderdaad, het is leuk om tegen een oude ploeg te spelen. En dan had je waarschijnlijk het liefst tegen United gespeeld. Maar goed, Juventus is het geworden. Als we aan Juventus denken, denken we aan Ronaldo. Hoe schat je deze ploeg in? Nou ja, als ik Juventus denk, denk ik ook aan 96 eigenlijk. En helaas verloren die finale. En de revanchegevoelens die je toen had, mogen hopelijk nu naar voren komen. Als je Juventus afzet tegen al die andere ploegen die je had kunnen loten, waar staan ze dan? Ja, de drie die je misschien niet had willen spelen, City en Barcelona. Maar goed, inderdaad, Ronaldo heeft laten zien afgelopen weken welk fenomeen hij is. Natuurlijk een aantal jaren met hem mogen spelen. Dus op die manier zal het toch lastig worden. Ajax speelt eerst thuis. Is dat een voordeel? Normaal gesproken niet. Maar goed, uiteindelijk een paar weken geleden hadden we datzelfde tegen Real Madrid. Dat we thuis 2-1 verloren. En uit winnen de wedstrijd. Ik denk voor de supporters. De sfeer in de arena, de ambiance. Ja, dat moet het gaan worden eigenlijk om te zorgen dat we een goed resultaat halen. Dat is in ieder geval een prachtig affiche. Ja, het is een klassieke tweestrijd. Je speelt ook lekker in je eigen, mooi in je kleuren. Rood tegen zwart-wit. Dus kijk ernaar uit.